Yo, Vaco Gamers, Lars hier. En deze keer niet in mijn eentje. Want hij neemt alweer onder schot. Yo, Milan. Yo. Yo, vette coole pet heb jij, jongen. Dankjewel. Oh, momentje. We hebben een belletje. Ja, Petrovic. He wants to go bowling. Gaan we bowlen? Nou, laten we dat niet doen. Laten we iets met zijn buddies doen ofzo. Take Igor's buddies to him. Moet weer eens een auto hebben. Oh, neem maar open dak. Open dak? Oh. We yes. Must drive in style. Zo, die is dood. Die doet het niet meer. Dag mevrouw, naar u. Nou ja, ze is toch een open dak. Als zou ze toch maar verkouden worden, dat moeten we niet hebben. Waar moeten we naartoe? Even de kaart kijken hoor. Kaartje. Oh daar. Nou, hier linksaf zo meteen, meneer de chauffeur. Scooter! Ja! Scooter! Ga jij maar rijden. Let's go op de scooter. Toeter, toeter, toeter. Kan je achterop? Ik hoor een bandlek. Ja! Yay! Toeter, 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 toeter. Met Malino op de scooter. Yeah. Hij schiet alle autootjes kapot. Die auto is verrot. Wat een klote liedje zeg. Ja, we gaan eigenlijk heen. Hier naar links, denk. We moeten even iemand proberen te vermoorden. Dat is cool. Dan moeten we naar Oranje, toch? Ja, eigenlijk moeten we... Dit is Mafia... wat is nou? Ja, Mafia. Met een J, met een Griekse I. Oh, ja, Mafia Work of zo. Dan moet je dingen, objectus moet je dan doen. En dan zegt hij, die Petrikov, die Petrovic of zo, die belt. En die zegt, je moet dit doen. Maar wij zeggen, nope. Fuck jou, zeggen wij. Zo. Fuck jou, Petrovic. Zag je er iemand vliegen in de verte? Oh, dan gaan we via de links. Dan komen we er bij hem uit, als het goed is. Ik zag je van als mensen vliegen. Nee, ik zag hem niet vliegen, maar... Oh. Als we hem in de gaten houden, dan gebeurt er ongetwijfeld wat. Zeg maar eens vliegen. Ja, ik heb ook één. Schaam op de scooter! Toet, 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 toet. Jouw scooter is mooier. Swag. Scooter race. Weer die Petrovic, hè? Verdamme. Je bent er echt niks beters te doen dan de hele tijd met te bellen. Mis, joh. Gelukt. Nee, gelukt. Wat probeerde je? Mijn band! Huh? Nee, niks, nee. Mijn band is lek! Hé, hey, ik word bestoten. Ja, niet door mij. Oh, dat is de vijand! Oh! Let's go kill the man! Ik ben dood! Yay, ik heb hem! Ventilated Flipsen. Oh, er komt er nog één aan. Auw! Ben je dood? Ja. Ah, oh, waar ben je? Ik, kom naar je... Kom halen, met mijn scooter. Oh, die vent die wil ik met hem meerijden. Zeppie. Waar zit je ergens? Even kijken, ik zoek jou nu. Zit jij bij Skedzy of zo? We hebben Zeppie Whisper. En oh, dat ga je weg van mij. Zijn auto heeft geen achterbanden. Nou, dan stap ik hier uit. Dan is dit de laatste halte. Hoppakee. Zo. Ik wil niet gesignaleerd worden in een auto zonder achterbanden. Skeksy is nou naast me. Zoek een auto. Ik zoek een auto. Ja, auto gevonden. Auto. Located. Auto. Found. Oké, dan kom ik nu naar jou toe. Dus auto wil niet rijden. Oh, jawel. Oh, zit jij op de snelweg of zit jij daaronder? Ik zit eronder. Oh. Maar ik weet nog steeds niet waar jij bent. Ik ben in een groene auto. Daar toevallig? Ja, Malino. Hoi. Yo. Ja, auto is wel cool, ik wil bij jou erbij. Oh. Ja, auto heeft swag. Wat die doet er? Nou, let's go kill some bastards, kom op. Ja, als het goed is zitten hier rechts heel veel matties van ons en daar zijn ook de andere gangsters. Oh, we moeten hen beschermen, toch? Oh ja, we moeten escorting die, de hookers. Escort de hoertjes, jongen. Oké, okay, kom maar mij erin, mevrouw. Nee, hey, wat is dit? Dat is een vijand. Let's go kill him! Ja, eruit! Ik ga hem gewoon killen eruit. Oké, okay, ik heb hem. Oh, shit! Shit! Ah! Ah! Oh, de Leo Metal! Ah! Ah, wat gebeurde er nou dan? Hoe gingen wij nou dood? Ja, er kwam er eentje van achteren. Daar gaat het altijd mis, hè? Altijd als er dingen van achteren gebeuren, dan gaat het mis. That's what she said. Ik ben naast je. Yo, pick-up service. Yo, man! Deze auto is nog veel meer swag. Ja, daar is iemand. Waar? Oh, daar! Waar? Ik heb mijn wapens. Oh, jawel. Let's go kill him!
daar loopt ook iemand, Oh. Yes, ik heb hem. Nice, maar ik ben dood. God, mijn chauffeur is dood. Wow, hier is veel meer actie dan op mijn... dan in mijn video. Ah. Oeh, granaat. Cool, oh, dan komen ze aan met z'n allen. Oh ja. Ga mijn granaat gooien. Woep. Yes, ik heb hem. Zo, ben jij dat? Aha. En dan ga ik waarschijnlijk wel dood. Oh, hoppakee. Ik heb ook nog maar één streepje. Hé, hey, ik zie je. Wacht, hier was Spunk binnen, geloof ik, als ik goed herinner. Hier kan je drinken halen, kan je weer gezond worden. Dat is wel handig. Hé, huh, wat is... Oh. Oh ja. Hoe, ja, oh ja, jij weet alles natuurlijk over ge... Oh nee, dit klopt helemaal niet. Het werkt niet. Of nee. Er bovenop zit. Ja, we gaan staken. Wij willen Spunk. Wie möchte een Spunk? Maar hier binnen is geen actie, toch? Nee. Ja, we gaan even naar buiten. Actie hier is genoeg. Gooi even een granaatje hier naar binnen. Met zijn redwood. Zo, dag. Oh, ik heb ook een granaat. Oh cool. Shit. Ik zit vast achter dozen. Oh. Oh crap. Pas op. Oh, er gaat nog een granaatje. Ontploft hij nog? Oh, mis. Help. Ah. Ah, oh, ben ik dood? The fuck? Ah, ik heb iemand bijna gekild. Je bent dood. Oh. Ja, maar what the fuck? Ik gooi een granaat op zijn kont en hij is niet eens dood. Hoppakee, weer eentje plat. Nee, sommige granaten die doen het niet zo goed. Dat zijn Chinese granaten, zijn dat. Die zijn niet zo goed. Dat is 1 jaar geldig of zo. 1 jaar doet hij het goed en daarna dan... Ja, dan is hij bedorven. Nee. Dan is hij kapot. Kapotstuk. Oh, Petrovic belt weer. Fuck jou, Petrovic. Waar is Molino? Daar, Molino! Ik zie je... Oh ja. Let's go rijden. Ergens naartoe. Oh! Ik schopte zijn deur eruit. Sorry, meneer. Heb je toch niet nodig, die deur? Deuren zijn YOLO-swag. Deuren zijn YOLO-swag. Sowieso. Sowieso, je weet zelf. Wat moet hier ook weer mee gebeuren? Ik had een sexy truck. Ja, we moeten hem bewaken. We moeten die truck escorteren. Denk ik. Oh, hij gaat er nu in, denk ik. Ja, hij gaat er nu in. En dan moeten wij hem escorteren. Oké. Moet hij niet de hele tijd uitstappen, moet hij gewoon rijden. Nou, dat gaan we doen. Zo, gaan we hem beschermen. I got my gun. Toe rijden. Sappie. Oh, sorry. Er lag nog iemand. Zappie, jongen. Ga eens even zappen met die auto. Hij rijdt niet echt rijdt te snel, hè, met dat ding. Nee, je moet een beetje gas in dat ding. Maar daar rijdt nog een auto die we ook moeten beschermen. Daarvoor. Zal ik hem anders even afsnijden? Geef me een zetje. Pit me nummer. Nee, ja. Oh, flauw. De postke, oh, wat achter ons! Oh, let's go kill him. Kogels komen niet zo ver. Oh. Je hebt de bocht gemist. Ja, ik heb de bocht. Ik zie het. Ik neem de volgende bocht. Dat is allemaal... Ja. Dus, oh! Oeh, Infernus! Hij is niet geel. Oh, sorry meneer. Skerkze. Oh, die Polen zitten hem helemaal te vloeken achter een computertje, zo. Oh my god, een roze auto. Let's go get de roze auto. Fuck die shit. Roze auto. Kom op, roze auto. Dat is geweldig. Ja. Wacht, ik heb al Mattie erin. Ik weet niet wat ik moet doen. Holy shit. Let's go volg de roze auto. Kill LB. Oh! Fuck you! Hoppa! Oh my god, dit is geweldig. Oké. Albanian Hood. Zo. Dood. Nou, next. 1 Albaniër minder. Hoeveel zijn er? Ik weet het niet. There are too many Albanians in this city, my friend. Ik weet wel dat ik echt dit spel echt heb gemist. Het was nog een hele karwei voor jou om het mee te installeren ook nog, hè? Ja, dat wel, ja, klopt. Maar gelukkig met forums en hulp van anderen. Lukt het prima. Het is toch maar fijn dat anderen je dan willen helpen. Ja, onbekende mensen ook nog wel gewoon. Dat is aardig van ze. Heb je ze wel netjes bedankt? Nee, ik had geen account. Ah. Oh. Dan fuck hen. Waar ben je? Ik maakte een barrelrol. Maar die zag je niet. Oeh, er is een mevrouwtje. Ze staat ik weer op.
Ze maakt een koprol. Ik weet niet waar ik heen moet. Immer geradeaus. Ik ga helemaal de verkeerde kant op volgens mij. Ik moet hier naar beneden. Nou, dan ga je naar beneden. Hoppakee. Woepa! Oh, bezoeker! Oh. Oh, ik sorry. Geef me de bezoeker. Hier, vuurwerk. Let op. Oh! It's the party, celebrate! Get in my deurloze auto, jongen. Hij heeft YOLO swag, die auto. What the fuck? Oh my god. Dikke off-road car dit. Dit is Milan auto. Dit is Milan. Milan. Oh, sorry, lantaarnpaal. Er is er nog eentje die dood moet. Laten we die eens even pakken. Oh my god, dat zag er zo vet uit. Hé, hey, naast ons rijdt iemand. Net een beetje boos op ons. Ja, komt natuurlijk omdat we die roze auto gejat hebben. Nee, nee, omdat ik... Oh, daar rijdt iemand. Ja, maar dan moet ik er eerst hier netjes... Ga aan de kant! Netjes? Vrij... Wat gebeurt er netjes in GTA? Vrij weinig eigenlijk. Sterker nog, helemaal niks. Petrovic, fuck off. Ja, we zijn bezig, Petro. Belangrijke dingen te doen met onze roze auto zonder deur. Hij doet ook echt helemaal niks terug, die gozer. Shit. Hij probeert het wel, zeg je dat? Ik heb geen linker voorband meer. We hebben allebei geen deur meer. Shit, hoezo leeft hij nog? Wat doet die gast? Yes! Hey, hey, hey. Kijk, ik pak even zijn geld. Want dat is allemaal altijd wat moet gebeuren ofzo, toch? Ja, we moeten tot $20,000. En we zitten nu pas op 5.000. Zo. Oh, er komt er weer eentje aan. Oh. Ik zie het. Auw, ik ben al... Die schoot ons allebei door ons voorhoofd. Nou, dat deed hij nice. Nou, dat is goed gemikt. Infernus! Wat is dat? Supersnelle auto. Nee, meneer, je mag niet meer rijden. Ga weg. Ah, yes. Ik wil alleen maar Milan mee. Milan! Ja, ik ren achter je aan. Ho! Oh. Get in mijn vliegenslugge auto. Oh, mag het raampje... Oh. Het raampje mag kapot. Mag open. Hoppakee, hoe niet zo'n fucking raampje. Hé, hey, mijn hoofd is door het dak. Dat is nieuw. Die swag pet van je. Is dat een nieuwe... is een nieuwe uitbreiding of zo? Een hele dure functie. Oh, hij heeft dezelfde auto als ons. Vet cool. Maar waar gaan we eigenlijk heen? Nou, we worden nu gebeld. Toch? Door Petrovic, nou, maar Petrovic zegt niks. Nee, hij is sprakeloos. Oh, 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 oh. Auto's horen niet in bomen. Shit. Oh, waar zijn we? In Atla. Oh nee. Dat was allemaal bomen, ik denk, hè? Atla vliegende boom. Oh, daar is hij weer, Petrovic. Ah ja. Wee. Oh, die was nice. 10 punten. Fucking Batmobile dit. 10 punten, man. Yeah. Ja, hij ziet er niet echt meer uit als een petmobiel, meer als een vakmobiel. Wee! Laat hem hier parkeren. Oh, zo. Geparkeerd. Oh, kom ik hier nou pak die motording. Let's go motorrijden, jongen. Dit is zo'n, hoe noem je dat zo'n ding? Een lowrider of zo. Wacht erop. Zo, ga maar rijden. Riders on the storm. Ik voel wat tegen mijn rug aan. Het is mijn geweer. Een beetje zeker. Vol met ammunitie. Wil je zien hoe die schiet? Zoek even een donker steegje op, laat ik zien hoe die schiet. Wil ik dat voelen? Ja, dat wil jij. Echt. Dat wil jij voelen. Hé, hey, daar is iemand. Dat wil je een keertje meegemaakt hebben. Nee, hoe kan hij echt overleven? Dood? Hoe kan hij overleven? Wat een held, joh. Hoe doet hij dat? Hij gooit met pijpbommen. Ja, dat is net zoals met zeg maar... Oh, daar is hij. Oh, hij staat in de fik. Hij moet nu uitstappen. Oh, er komt er nog eentje bij. Zijn met z'n drieën. Nice. Oh, daar ligt geld. Let's go, pak de geld. Hop, auw! Oh! Wat? Zo! Hoe doe je dat?
Hij had zeg maar net zoals dat je op Call of Duty zo'n perk hebt van als je dood bent dan drop je een granaat. Oh, fucking noob dat je bent. Leek zo, tenminste. Ik weet niet of dat bestaat hier. Dat is echt de ultieme lage actie die je kan doen. Ik ga dood, gewoon nog even een granaat op de grond. Daar heb ik nog wel tijd voor. Is die wel meteen gecremeerd. Ik ben opgeruimd. Malino, jongen, Mattie, daar ben je. Ik neem een andere auto, oké? Okay? Dan ga ik achter jou rijden. Oh ja, is goed. Gaan we convoy rijden. Ja. Die van mij heeft rollbars. Haha, die heeft jou niet. Oké, let's go. Die sketchy weer. Let's go to the African. Even kijken waar wij moeten, hoor. Oh, sorry. Telefoon palen. Oh. Echt alles gaat er hier aan. Oh, dit is heerlijk. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik zou het wel één keertje willen doen in real life. Eén keertje knallen? Een GTA? Gewoon nee, rijden gewoon, niet knallen. Ik wil niemand killen of zo. Ik wil gewoon een keertje zo rijden. Gewoon roekeloos, gewoon bla bla bla. Ja. Maar niet op mensen overrijden, maar echt puur gewoon en tegen de richting in en zonder dat er iemand op de weg rijdt natuurlijk. Ja, we zijn wel verantwoord in Milan. Ja, ja, ja. Ik, maar kijk, anders krijg je ook allemaal aangiftes van ja, nee, hij zei dat en zie je wel dat GTA toch wel geweld uitdrukt. Ja, en dan wordt GTA verboden in Nederland en dan is het Milans schuld. Ja, oh. Dan zou je je lullen voelen, hé? Ja, echt wel. Dan heb je wat uit te leggen. Ja, dat is wel vet, maar dan moet je eigenlijk eens een keertje bijvoorbeeld op een op zo'n racebaan, zodat ze eens een keertje helemaal uit moeten gaan testen. Gewoon ja, lekker... nee, gewoon, ja, gewoon nutteloos rondrijden in zo'n raceparcours ding. Dat is wel vet om een keer te doen. Ja. Maar wel duur. Ik betaal het niet hoor, al die schade voor jou. Duur? Hoezo? Er hoeft niks kapot te gaan. Nee, jij gaat heel netjes GTA-stijl rijden. Nee, je moet gewoon zo'n autootje kopen van 200, 300 euro die al kapot zou gemaakt worden. Dan ga ik nog lekker zo'n banger race doen. Dat kan ook. Volgens mij ben ik jou kwijt. Ja, ik jou ook. Let's go maar, terug. Ik ga richting... ik ga nu richting die rode dingen. Volgens mij zie ik jou voorbij rijden. Oh, dat kan. Hoi. Oh ja. Hey. Je hebt geen achterdeuren meer. Huh? Achterdeuren? Nee, je achterdeur is weg. Oh, bij mij zit hij er nog. Oh. Het is de onzichtbare deur der onzichtbaarheid. Ach, kijk, deze moeten we kapot maken. Deze auto. Stolen cars. Laten we dat eens even gaan doen. Waar staan die dingen dan? Er zijn meer mensen. Oh, shit. Hier staat er één. Maar die staat hier achter, toch? Ik heb geen idee. Oh, die staat hier beneden. Ik spring hier naar beneden. Doei! Au. Hier staat er ook nog eentje. Shit, ze zijn met z'n drieën, joh, hier. Let's go take them out voordat we hen uitschakelen. Wow, wat een geknal hier allemaal. Ik kan er niks van volgen. Oh, jij zit boven? Nee, nog niet. Ik zit beneden, half boven. Oh, wacht. Hoppakee. Au! Zit er even een sniper ergens? Ah, flauw zeg. Wat flauw. Serieus, met een sniper? Ja, zat er even een sniper. Die heeft me van een afstandje gepakt. Fucking rat wat het is. Ik probeer hier nog steeds mensen te killen, maar ik ben heel erg slecht in dit. Slecht in mikken. We zitten ook pas op $12,500. Ah, ik heb iemand gekillt. Nice. Mag ik je daarvan hartelijk mee feliciteren? Met die geweldige prestatie. Dank u. Nou, graag gedaan. Hé, hey, Petrovic bel me ook om te feliciteren. Petrovic is gewoon een hele aardige man, eigenlijk. Diep van binnen is hij hartstikke aardig. Maar waarom wil hij dan dingen dood hebben en kapot? Ja, af en toe heeft hij gewoon even een slecht momentje. Oh. Heb je dat nooit, een slecht momentje hebt? Nou, ja, zeker. Morgen ben je dood? Vaco, sorry. Slecht momentje. Ik vind het helemaal legit, hoor. Deze gozer die overleeft gewoon 3 sniperkogels op zijn achterhoofd. Wat een held. Complete task. $250 verdiend. Vind ik eigenlijk wel een complimentje waard. Wat ben jij eigenlijk een godus aan het doen? Ja, ik ben aan het zoeken nou. Sappie. Held. Sappie. Paco. Oh, daar ben jij helemaal. Jezus.
Ja, ik ben hier druk bezig met allemaal klusjes. Deze aflevering duurt echt 5 keer zo lang als die bij jou. Ja, nee, je mag... ik kan niet langer dan 15 minuten uploaden. Oh ja, dat heb je ook nog natuurlijk, ja. Dus, kijk, ik zou best wel inderdaad een lange aflevering willen uploaden, maar dat kan nog niet. Gaat het ooit komen? Laten we het hopen. Ik help het je hopen. Ik help het je hopen. Ja, alle vacuumgamers helpen ook met je mee hopen. Niet dat nou, dat echt veel helpt, maar... Nou, je hebt fucking veel. Nou, 25.000. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Niet dat dat veel helpt. Holy shit, 25.000. 25.000, zijn echt best wel veel. Maar... Zijn er 1, 2, 3. Hm? Weet je wat ik altijd grappig vind? Vertel. Als mensen nu nog kijken, hè? Ja. Dan moet ze iets neerzetten in de reacties. Dat vind ik altijd leuk. Een soort codewoord. Ja. Oké, wat is het codewoord van deze supergeheime aflevering? codewoord. Oké, dus de eerste die codewoord typt, wat krijgt die? Die krijgt een reactie van mij. Oh, dat is goed. Oh, dat is leuk. Dus de eerste die codewoord typt onder deze aflevering, die krijgt een reactie van Dagelijks HD. Ja. Wow. Ik zou er gewoon mee doen. Ik ben heel benieuwd of er ook echt mensen zijn die dat gaan doen. Dat zijn ik wel hoop de diehards. Double kill, motherfucker! Oké, okay. Nou ja, codewoord. Als je dat als eerste reageert, dan zal ik gewoon een reactie plaatsen bij mijn account. Op jouw reactie. Want dan heb je al zo lang gekeken dat... Oeh, je gooit even vrouw naar buiten. Ja, tuurlijk. Dat oude omaatje moet gaan lopen. Is goed voor de kunsthub. Goedemorgen. Ja, joh. Ja, maar dan ben je een diehard Faco, toch? Dan ben je echt wel een diehard kijker, als je nu nog zit te kijken. Die moet beloond worden, dus ja. Op die manier. Hoe lang zijn we eigenlijk al bezig? Half uur? Ik heb geen idee. Het zal ondertussen een van de langste afleveringen op Facocamps worden, dit. Oh. Doen we even. Oh, fuck. We gaan echt helemaal fout hier. Is het niet wat om een keer... Ik vind het heel leuk, maar is het niet een keer om wat te livestreamen? Oh, daar gaan we! Wee! Fuck oh, de shit. Andere, au! Oh, hier, nou, oh. Morgen parkeert. Ja. Wie is hier ooit geweest? Ik denk niemand. Nee. Hierop. Oh, nee. Oh. Dat is weer nou? Nee, maar als we dan, kijk, want vanaf daar... Ja? Oh. Vanaf daar... Kunnen we het dak op? Nou, ga je gang. Spring. Ja, kijk. Ah, ja, goed zo. Hij klimt. En hier ook. Wee. Ik weet niet wat we dan hebben, maar... Get to the roof. Achievement. Kun je ook een stoplicht springen? Ik denk het niet. Ik ga het altijd proberen. Als aapje aan een stoplicht gaan slingeren. Oh. Ja, maar dan kom ik aan, ja? Ja, go spring naar het stoplicht. Oké. Nee. Ha, poging was goed. Ik vind alleen een applausje waard voor de poging. Dank u. We zijn er bijna trouwens, bijna op 20.000. Yo, wat op mij? Hij noemt wel naar loop. Daar go, wie? Ja, dat vertrouwt zijn vriendin niet. Ja, je mag gewoon bijleven, hier, alleen het past er niet bij, sorry. Moet je op het dak. Van. Escort Petrovic's girl. Let's go escort that bitch. Yes, because he doesn't trust that bitch. Trust that bitch. There are many enemies out there. They got boom apparaten en zo. Oh my god. I killed one. Yes. Oh. Wow. Why they always double kill? Maar jij killed hem wel, dat was fucking nice. Ja, het was dus een voorhoofd. Dus een fokop. Een fokop. Er kwam een kogeltje, die ging zo pieuw. Recht door zijn vlees, toen door zijn schedel, toen ze de hersen zijn. En toen was hij don't shoot me, you bastard. Krijg jij HP dan eraf? Nee, omdat Friendly Fire uitstaat. Oh. You can shoot me all I want. Het lijkt net of je dan ongesteld bent. Nou, zal ik je vertellen, stiekem... Voor anderhalf jaar een meisje.
En toch voel ik dingen als ik achterop je zit bij... Ik zei toch, dat was mijn geweer. I told you. Maar jij wilde me niet geloven. Ja, je had gelijk. Ik heb hier een auto, man. Oh, wait, daar is iemand. Pas op. Ah, oh, crap. Oh! He sniped me. Oeh, je hebt hem wel gekild, man. Heb ik hem ook nog te pakken? Ja. Nou ja, niet die sniper, maar die andere. Oké, okay, vet. Zelfs als ik dood ben, ben ik nog dodelijk. Ik heb een shotty. Ik heb een shotty op mijn waterscooter. Waar ben je ergens dan? Onder een brug ergens. Zoals alle goedkope hoertjes in GTA ook. Je zit ook altijd onder de brug. Is dat zo? Ja, ja. Ik weet precies waar die zitten. Altijd. Altijd hetzelfde plekje. Vrijdagavond, 8 uur. Ik ben er altijd. Elke week weer. Vast prikken. Weet je wat we trouwens kunnen doen? Nou, vertel. Oh nee, dat vertel ik zo meteen wel. Als je bijna gaat afsluiten. Hé. Hey. Okay. Oh, fuck. Ik wou mee met die gast, maar... Hij rijdt door. Oké, ik ga jou zoeken. Ik bewaar het idee voor zometeen. Waar ben jij? Er is hier een hoer. Oh, er zit een hoer in mijn auto. Cool. Er zit een fucking hoer in mijn auto. Let's go to a donker steegje. Oh, ik zie al waar je rijdt. Ik heb een hele belangrijke hoer bij me. Oh, don't want to land in de voortuin. Auw! Oh, we zijn bijna klaar trouwens. Ja? Ja, nog een halve minuut of zo. Bijna gewonnen? Ja, dan zitten we op $20.000 en hebben we gewonnen. Oh, relax. We hebben nog gewonnen, oké, okay, what the fuck. Dat is ongein van ons. Woppa! Ik denk dat we gecarried zijn. Ja, waarschijnlijk wel de Kuzovlev. Fetch some prostitutes. Ze hebben $250 van me afgepakt. Wat een bitches. Hey! Hallo. Kijk, weet je wat ze nu gaan doen? Nou. Tenminste, dat ga ik doen. Want ik zei dat ik dat zou doen. Mm-hmm. Dat codewoord. Ja. Dat is natuurlijk in het midden van het filmpje. Ja. Maar dat codewoord moet nou iets bij. Want ze hebben nu het filmpje afgekeken. Dat is wel heel sneaky. Hey, ja, ik heb het helemaal afgekeken en dan reageren ze. En dan nee. Dat was nog een extra dingetje. Ja, dus dan wordt het codewoord. En wat wordt het tweede woord dan, wat erachter moet? Fietserrek? Oké. Dus, de volledige zin is? Codewoord fietserrek. Wauw, en wat krijgt degene die dat doet? Die krijgt een reactie. Oké, okay. Oh, dat is een goeie. Het was een instinkertje. Wat ben je flauw? Ja. Oh. Ja, ja. Dat is voor de echte diehards, hè? Mm-hmm. Oké, okay, dus degene die als codewoord fietserrek neerzet, krijgt een reactie van de enige echte Milan. Nou, zal ik dan ook meteen abonneren op diegene? Ja, hè? Ja, tuurlijk. Okay. Weet je wat? Zal ik het ook doen dan? Oké, okay, dan doe ik dubbel abonnees. Ja. Milan, jongen. Ontzettend bedankt voor deze super lange mega aflevering. Ja, of niet? Ja, het is echt super lang geworden. Echt vol zitten lullen. Dat vind ik best knap van onszelf. Vaco Gamers, als je het hebt af zitten kijken en je bent nog niet geabonneerd op Milans kanaal Dagelijkse D, ga dat even doen. Staat een link in de beschrijving. Super epic. En misschien dat je mij ook daar wel vaker zal zien. Misschien. Ja, nee, tuurlijk. Moet wel gebeuren. Oh, en heb je een annotation ingezet met de video naar mijn kanaal? Oh, dat zal ik even doen. Rechtsbovenin. Als ze nog meer willen zien, of heel meer. Als ze meer willen zien van Milan, klik op de annotatie rechtsbovenin. En dan net zoveel Milan als dat je hebben wil. Nou, Vaco, dankjewel. Graag gedaan, meneer Milan. En jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Codewoord fietserrek. Mazzel.